Goedendag dames en heren en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Bastiaan en het is weer een nieuwe dag. Het is op dit moment 6:15 en ik moet op gaan schieten. Om 7:00 worden we opgehaald met de bus hier beneden. En we moeten ook nog ontbijten en ik moet nog een douchen. En ik moet ook nog mijn koffer en al mijn spullen opruimen. Ja, wens me succes zou ik zeggen. Ik ben wel een beetje moe, maar ik heb echt zo goed geslapen. Oh. Ik was klaar met editen. Ik heb er echt serieus precies 2 uur over gedaan aan het editen. En daar was ik heel erg trots op, want toen kon ik lekker mijn bedje induiken. En we gaan vandaag naar Chiang Mai. Het is allemaal gelukt. Ik heb al mijn spullen ingepakt. Ik ben niks kwijt tot nu toe, dus dat is helemaal top. Nu even snel ontbijten. Ik heb nog ongeveer 18 minuten om te ontbijten. Dat is prima timing toch? Vind ik ook wel. Ik heb zelf even lekker broodje halen met wat frambozenjam en natuurlijk Kellogg's. Oh, daar had ik zelf wel zin in. Dat heb ik echt als kind zo gegeten vroeger, maar nu dacht ik, zou het liggen. Ik denk, ik moet het meenemen. Maar ondertussen wordt het voor mij ook. Oeh, zo lekker. Very nice, thank you. Over 10 minuten gaat de bus, dus we moeten nog wel een beetje opschieten. Zo, en normaal gesproken ben ik inderdaad altijd de laatste. En deze keer was dat ook het geval. Ik was de laatste die door de security heen ging. Want ik heb dus zo ontzettend veel elektronica bij me. Dat ik uiteindelijk dus niet... Ja, was met mijn tas. En ik was ook nog eens vergeten waterfles uit mijn tas te halen. Dus helemaal top. Helemaal goed. Maar we zijn binnen. We gaan nu eventjes een uurtje rondlopen hier. En kijken of we iets leuks kunnen vinden. Want misschien is het wel goedkoper om hier dingen te kopen. Maar dat valt nog met te bezien. We hebben een uurtje tot de gate open gaat en dan gaan we lekker richting Chiang Mai. Wat een leuke beer, joh. Oh. Nou, ben ik benieuwd. Wat heb je? Popcorn. Heb je popcorn? Holy shit. Die kun je zelf scheppen. Echt? Oh, dit ga ik sowieso doen. Dit is vet. Kijk hoe leuk. Maar dit is wel heel weinig. Dit is 1,5 steek weg. Dus beter kan je hem dan vullen. Eén naar binnen stouwen en dan weer vullen. Dat is inderdaad, dat is echt vet leuk. Ja, dat is het privilege van een Bangkok Airways persoon zijn, hè? Dat is, wij zijn zo ontzettend privileged. Hoe noem je dat? Privileged. Privileged? Privileged. Dat inderdaad gelijk. Holy shit, jongens. Dit is vet. Maar is dit zout, of niet? Ja. Oh, zout popcorn is beter dan elke andere popcorn. Wat gaan we nog meer pakken? We hebben hier wel echt zoveel lekkere dingen. Zo. We zitten hier dus in zo'n airport lounge en je kan dus iedereen gebruik van maken hier als ze bij Bangkok Airways vliegen. En je moet dus wifi hebben. Je kunt natuurlijk wifi hebben, dat is heel chill. Wat je dan doet is, je scant deze code. En dan gaat hij helemaal lijpe cijfertjes laten zien. En dan komt hier je code uit. Hoho, wat een techniek, wat een techniek. Zo, daar zijn we dan weer. Een lekker plekje gevonden. 18B. I think the girls with their nails done now. Ik heb zelf even 10 minuutjes kunnen tukken nog en dat is wel fijn, want ik was echt nog best wel kapot gemaakt. Maar het is hier echt super benauwd. Jongens, dus we gaan door. Oh, we zijn er. En we hebben iemand die op ons wacht. Kijk dan. Hey! Woehoe! Ja, thank you. Jongens, dit is koud, want dit zijn echte bloemen. Het is best koud dit, hè? Dit zijn gewoon echte bloemen, die komen net van het ding af. Oh, wat grappig dit. Ik voel me nou echt een ontiegelijke toerist. Ja. Volgende hotel. Wauw. Dit is een oud treinstation. Nee. Oh, dat ziet er wel echt zo uit. Ja. Wauw, wat mooi zeg dit. Mooie entrance ook. Kijk dit dak ook, jongens. Hoe gaaf. Ben je meteen je scheep laten? Ja, nu zo. Ja. Ah, dat kan bij huis weer open. Ja, nou. En dan niet even een scheet. Yes. Ja, no problem. 2. Sorry. Ja. Krijg je. We gaan nu in een restaurant eten. Een Thai food restaurant. Wat echt een family ding is. Super leuk. Het ruikt hier ook echt naar Thai. Maar we gaan dus even lekker eten, jongens. We komen echt op binnen en het zit één grote bende door ons. Ja, we hebben onze hotelkamer dus nog niet gezien. We hebben wel een inspectie gehad van het hotel. Dat doen we elk hotel eigenlijk omdat D-reizen het soort van regelt allemaal. Dat dus zij kunnen kijken in het hotel zelf. En ja, nu is het eigenlijk gewoon eventjes chillen, even eten. En deze dag zal waarschijnlijk niet heel druk worden. Want het idee is dat we nu dus eventjes gaan eten. Straks aan het tempel. En dan nog in de avond wel iets heel leuks doen. Maar dat gaan we niet vertellen.
richting een tempel. En dan moeten we heel ver omhoog lopen. Als we willen, maar we zijn met een trammetje omhoog. En nu gaan we even lekker trekken. Ja, je ligt nog, hou niet. Oh jongens, dit is top, hè? We kwamen erachter dat we gewoon kunnen liggen hier. We liggen hier gewoon op ons stoeltje. Oh, dit is echt... Kijk dan hier. Lekker hoor. Oh, heerlijk. Nou, we gaan even tukken. Kunnen we een half uurtje lekker tukken? En dan komt er wat op. Wat zou er echt heen dan? Zo, we zijn aangekomen bij de trappen en we kunnen dus de trappen naar boven gaan pakken. Of we gaan dus met de kabelcar. Nou, ik heb het vandaag gesloten en meerdere mensen hier met mij dat we dus met gaan lopen. Maar je kunt dus gewoon heel makkelijk gewoon omhoog en dan leuk daar gaan kijken. Maar je bent er maar één keertje, dus laten we dan ook gewoon lekker met de trap gaan. Zo, nou dit is de trap. Kijk dan, je moet wel even geld geven, hè? Wat tikkie. Ik heb mooi mijn camera in de tas kunnen doen. Bij Reinier. En super chill, dan kan ik lekker met de GoPro omhoog lopen, want het is best wel een eind. Het valt best mee op zich nog, maar het is niet een hele makkelijke trap. Het is best wel schuinlopend. Kijk, we zijn pas halverwege nu, maar het is wel iets wat leuk is om echt mee te maken, hoor. Je kunt namelijk ook de trammetjes pakken, wat ik al vertelde. Maar het is veel minder leuk met de trail. Het is veel leuker om gewoon lekker de benen wagen te gaan, om het zo te zeggen. We zijn er. Kijk dan, jongens. Het meest bizar van allemaal, hier is dus een blessing. Hier kun je dus meedoen en zo. En dat gaan we dus nu ook doen. Ga lekker op mijn knietjes. Oh, die kant op. Oké, verkeerde kant op. Hey, ik ga even de camera zo te omdraaien. Hoor. Er is hier dus één zo'n plek hier. Bizar. Uitzichtje. Holy shit. Moet je maar eens kijken. I'm standing on the edge of a cliff. Ik speel de bas. Ik speel de bas. Ik speel de bas. A few moments later. Ik ben niet juist hoor. Ik kan hem nog niet schieten. Dit is hier 20 centimeter. Nou, ik vind het toch niet helemaal vies hoor. Nee, je moet straks hier. Maar je kunt zo het zwembad weer uitstappen. Dat is echt hilarisch. Ja, ik zie het. Dit is 80 centimeter staat hier. Realize there must be more. To life than this, reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. En nu is het even snel douchen en dan gaan we snel de tuk-tuk in. Dus ik zie jullie in de tuk-tuk. De tuk-tuks. Toek-toek! Nou jongens, we zitten in de tuk-tuk en wat we moeten doen is eigenlijk een beetje rondrijden. We gaan dus gewoon 25 minuten die kant op en een beetje rijden. En iedereen heeft een partner in crime. Ik ben de enige die ziek triest alleen zit. Kan jij foto's maken? Nee, dat kan niet. Hier dus vandaag kun je gewoon zelf sushi pakken, in het bakje doen. En dan kijk je gewoon, gaan we er twee kiezen. Ja, twee, toch? Of wil je er meer? En dit ziet er zo goed uit. Welke ga ik kiezen? Oh my god. Welke deze? Oh. Nou, boeien de eten van zo meteen. Wij gaan sushi eten. Is het al afgewekend? Ja. Nee, je mag nog wel wat extra. Oh, we gaan eten, we gaan echt zitten. Nou, gaan we dan. Wat is het? Sorry, even gewoon losje. Het valt wel uit. Nou. Ja, natuurlijk erin. Yeah. Niet in de schoonmorsen. Oh, dit is lekker. Maar? Ja? Hoe ga je dit eten? Moet je dat voeren? Ja, ik moet je even voorop. Dan moet je wasabi hebben of moet je erbij? Oh ja. Dat moet je hebben. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Nee, 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 nee. Oh ja. Zul je saus? Ja, lekker. Ja, komt-ie. Ja. Jee, alsjeblieft. Dit is content. Oh, lekker hè? Dat is ook hetzelfde als mij in de fles. Oh ja. Ja.
Dit was op een tijdje lekker, jongens. Holy shit. Maar nu gaan we dus door naar het echte eten. Want we wilden gewoon even wat streetfood proberen. Het was trouwens wel zo dat ze zeiden van tevoren: ja, jongens, we gaan alleen kijken bij de streetfood. En niet eten. Nou, wat hebben wij gedaan? Gegeten. Zo, jongens, kijk dit pilsie dan, hé. Het is eigenlijk geen pilsie meer, dit is gewoon pils. Nee, je wil een groter. En we gaan heerlijk eten. Soepie. En allemaal lekkere dingen. Gelukkig zitten wij op één lijn. We hebben heerlijk gegeten, lekkere biertje gedronken en nu is het tijd om lekker naar huis te gaan. De ene helft van de mensen gaat nog even de night market op en de andere helft gaat lekker naar het hotel. Ik ga naar het hotel omdat ik zoiets heb van ik wil nog eventjes lekker kunnen werken. Dat ik even 2 uurtjes volle bak kan knallen en dan lekker kan slapen. En 6,5 uur slapen heb in plaats van gisteren 5,5 uur. Morgen is weer een vroege dag. Dan moeten we weer om een uurtje of 6 uur op. Want om 7 uur worden we opgehaald om naar iets heel erg leuks toe te gaan. Maar dat vertel ik je morgen allemaal wel meer. Ik zie jullie weer terug in het hotel. Die is voor 95% verwerkt, geüpload, thumbnail afgemaakt. En ik ben klaar om te gaan slapen. Maar ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Om 4:30. Later. Daar zit potentie in.